Hallo allemaal, mijn naam is Tom en vandaag is het een nieuwe aflevering van Truck Gate. We zijn hier in mijn basis, een beetje aan het rondlopen met het uh, mooie achtergrondgeluid van wat uh, machines en eventjes uh, het goede scherm doen. Tada! Alright, um, ik heb hier een quarry aangezet in de verte. Dat is een beetje uh, die kant op, misschien kun je het nog net zien als ik iets verder die kant op loop. Nee, wacht even, kom maar. Ja, deze quarry. Die hier aangezet. Ik had eerder al hier eentje kun je zien. En ik heb. Het eerste was hier. Dat is dit gedeelte. Uh, oh, nee. Niet iets te doen. Eerst hier. Toen... Nee, eerst hieronder. Toen deze. Toen deze. En toen deze. En nu de grootste. Dat is deze. Dan is die ook klaar. Je kunt het zien de bedrock allemaal. En ik heb hier wat chesten. Nog een paar van lege. Um, maar ja, ik heb heel veel oors gekregen. Allereerst dit. En dit. Dat is de helft. Dan is het een derde ongeveer. Hier zit heel veel in. En heel, hier zit heel veel gesmolten in. Hier. Hier. En hier. Dus even kijken hoeveel er is. Nou allereerst even het koper. Oh, niet uh, zo klikken. Ik heb momenteel heb ik al drie volle barrels. Nou, er komt wel. Ja. Ik heb nu drie volle barrels bedoel ik. Ik had er al twee, maar nu heb ik er drie volle. Moet ik even een upgrade of doen? Misschien heb ik er nog eentje. Dat zou wel erg handig zijn. Even kijken. Um, barrel up. Dus een... Uh, slots upgrade. Nu nog een upgrade zelf. Moet ik eventjes zien te kijken. Zien te kijken. Mijn prachtig Nederlands weer tijdens opnames. Altijd als je aan het opnemen bent. Je, let, je taal, daar let je niet op. Moet je maar even kijken. Maar... Uh, dat, dat let er echt nooit op. Bij uh, opnames. Ik moet even in ieder geval... Ook die nog maken. En een van die. Want die kan, dit is de kleinste. Even kijken. Dat zijn drie fences. En deze. Oh nee, die kan ook gewoon. Dat is, dat is een. Wacht even. Dit is een storage upgrade, hè? Ah, oké. Okay. Dat is gewoon een barrel. En dan pistons. Ik heb hier genoeg pistons. Dat is mooi. Heb ik ook een barrel nog. Dat is een andere soort barrel. Een barrel is toch één van die. En chest en zeven logs volgens mij, als het goed is. Ik hoop het wel. Dus zo. Nee. Damn it. What am I doing wrong? Oh, trap chest. Dat verklaart heel veel. Dan maar even nog een chest erbij maken. Ik moet die, 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 die spanen trouwens ook oh, heb ik al zoveel en uh, binnenkort ga ik een keer beginnen aan het AE-systeem. Ik wil nog eventjes een tijdje nog chests gebruiken. Wanneer het echt te veel wordt, ga ik wel een AE-systeem maken. Oh, niet hier plaatsen. Hij moet juist in de crafting bench. Ik klikte verkeerd. Kijk, die wil ik niet hebben, maar ik wil deze hebben. Dan doen wij zo. En nu kunnen ik kan er twee keer zoveel in. Dus zo. Het zijn twee barrels in één, als het ware. En zoveel koper. Niet normaal, man. Dit is wel. Ik gok in totaal dat ik nu rond de 256 stack heb. Zoiets. 250. Het komt best wel in de buurt, als ik het allemaal uh, heb gepakt. Oké, okay, als die vol komt. Die komt zeker vol. Ik kan 128 stack in. En dit is al meer dan 10 hier. Oké. Okay. 256 stack al. En dit wordt totaal dan... 262 stack koper. Holy fuck. Dat is veel. Dat is echt veel. En even kijken voor het goud. Oh. Ik heb maar niet heel veel goud. Dat zijn 3 stack En dan wat iron erbij. Oh. Dat klinkt uh, een beetje raar. Zo. En ik heb van jullie nog uh, wat dingen gekregen. Nee, van Thomas was het. Ik heb van Thomas een. Uh, wat dingen gekregen. Wat barrels met. Uh, um, mob Essence. Vijf stuks. En ik heb wat uh, Nettestars gekregen. Twee stuks. Maar ja, uh, ik wil vandaag wat dingen gaan doen met Industrial Craft. Want, eh. Uh, is dat eventjes weghalen? Dat is een beetje irritant. Uh, zo. En eventjes daar plaatsen. Doe 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 doe. En doet hier gewoon perfect. Want ik heb momenteel alles gedaan met. We uh, ik het ook alweer: Thermal Foundation, Thermal Expansion en zo. En ik wil uh, het liever gaan doen met. Uh, nou, nu eventjes een nieuw gril gaan maken. Dat is hier. Je kunt het zien, ik heb het uitgebreid hier. Ik heb een nieuwe tunnel aangelegd. Hierachter is gewoon die uh, hanger. Maar ik ga die niet meer gebruiken, want dit ding was blijkbaar te klein. Ik had toen echt drie uur aan gewerkt om dit helemaal te maken. Eerst helemaal uithakken, was een klote werk. Hele. kobbelt naar de. hamen, naar de tyfus. En dit eerste gedeelte ik met een, uh, een. filler gedaan. Het allemaal leeggehaald. Alleen toen toespannend er ongelooflijk veel mobs. Dat kost echt heel lang om te clearen. Ik ben drie keer dood gegaan daardoor. En hier liep eerst al een. Uh, een gangetje, maar nu niet meer. En zo. Eindelijk dingen ingezet. De vleugel... De is ongeveer tot hier. En... Tot hier. En het opstijgen... Nou, ik steeg op. Ik molde van alles. En het landen was nog erger. Want dat vliegtuig is ongeveer zo lang. Van hier... Tot hier. Dus toen ik landde... Ging ik vol hierin. Je kunt nog zien. Hier. Dit is nogal... Dit was de staart van het vliegtuig. Hij is hier doorheen gegaan. Dus je kunt nog allemaal sporen zien. Dat dit een... Uh, niet een succes was. En ik heb toen dit ding gemaakt. Dat iets groter is. En ik heb trouwens een lager run distance. Want... Uh, Dead where is laggy mensen. Maar we zitten al helemaal onder de grond. Dus er is niet echt veel last van. Ik heb op 8 chunks staan momenteel. Dat is rond... Uh, uh, dat is veel blokken ver weg. 128 blokken kun je dan ongeveer zien. Dat is uh, redelijk genoeg. Maar ja, ik wil hier in een kamertje gaan maken voor industrial craft. Oh ja, ik heb trouwens hier een kookoven gemaakt. En ja, ik heb hier een uh, blast furnace gemaakt van real craft. Ik heb aardig wat kookkool zitten te produceren. Een stack. Dit had ik van uh, Chesto gekregen. En ik heb toen vervolgens 8 um, wooden rail beds gemaakt. Want je krijgt... Als je, je koolkoop maakt, krijg je heel veel creosote. Cre bleh? Creosote. Dat is een soort van uh, smurige olie. En daarmee kon je dit ding maken. De wooden ties. Je kunt zien. Een bucket daarvan. Krijg je de wooden ties. En daarmee kun je deze dingen maken. Um, die dingen. De wooden rail beds. En die heb je dan natuurlijk nodig om rails te maken. Dus ik heb er heel veel... Uh, ik heb daarna heel veel getest met rails en zo. En creative. Alleen... Die rails zijn nogal tricky, vind ik. Van Realcraft. Je moet echt heel goed het hebben opgesteld. Wil je niet doodgaan? Dus. Wat ik heb gedaan. Ik. Uh, ik geef Realcraft de middelvinger. En ik ga gewoon in de nether een looppad maken. Ik heb ook gedaan met. Uh, uh, dit. Uh, concrete. Het asfalt. En ik hoorde de video van uh, Bert. Dat is De Furl. Ik ga naar zijn kanaal. The Games. Hij is volgens mij naast. Uh, Tim. En ik. Is, is die enige die nog opneemt, volgens mij? Volgens mij Jordi ook heel soms. En Thomas, weet ik niet zeker. Volgens mij niet. En, maar ja. Kijk, het kanaal heeft een serie erop. Even iets van 20 afleveringen, 23 afleveringen, dacht ik. Maar in de aflevering zei hij zo van. Uh, ja, Tom heeft nu ook concrete gebruikt. Dus ik ga dat ook even doen. Had ik zo, dan kun je snel beginnen. Toen dacht ik zo van. Weet je wat? Het was bij mij meer het idee. van die concrete is dus een ondergrond voor de rails. Dat lijkt heel erg op dat ene grind en zo, als het ware. En je kunt ook nog gaan rennen. Of je kunt, okay, je kunt kiezen zo van ik ga of rennen of ik ga met de rails. Maar blijkbaar was het een beter idee om gewoon. Uh, gaan uh, rennen. Want ook goedkoper en veiliger. En dan gaat het natuurlijk snel als je gaat gaan rennen. En dan ben je echt uh, binnen. 10 seconden bij de nether dacht ik. Dus ik ga gewoon een rampad maken. Ik ga even de tunnel zelf designen. Ik wil even een leuk, uh, duur, luxueus -achtig design maken. Misschien wat koperbloks ofzo. zo. Ik, ik zie wel. Maar je kunt het mooi zien: de tree farm werkt perfect. Hier een uh, overload van hoe te, kun je, Kijk, kijk eens hoeveel wood ik heb. Hon, 1792 stack hout. Dat is. Uh, veel. Dat is. 114.688 items. Dat is heel veel. En ook heel veel appels. saplings zijn leeg. Die gaan naar beneden. Oh. En nu ik hier toch ben. We gaan even poison krijgen nu. Even kijken. Die is vol. Even al het sand pakken. En een mycelium. Het klei. Allemaal even pakken en die nog. Zo. Dus ook eventjes bewaren. Want hij, hij krijgt natuurlijk, als je uh, het ding aan gaat staan. Krijgt hij sludge. En met sludge maak je deze dingen blijkbaar. Produceer je. Dat is eigenlijk gewoon afvalwater. Gewoon uh, rioolwater in feite. En dan produceer je aardige blokken mee. Die best wel handig zijn soms. Ik heb aardige potsel daarvan gekregen. Een stek ongeveer. En nu ook mycelium. En die doe ik even hierin. Even graven, pardon. Maar ja, um, Wat Industrial Craft dingen. Dus, um, Allereerst even de Generator maken. En wat wel jammer is trouwens. Industrial Craft was vroeger echt zo'n chille mod. Want ik spreek nu over. Um, zeker 3,5 jaar geleden. Want toen had ik de eerste ervaring met mod op Minecraft. Ik begon met. Um, de Technic Pack, dat heette toen nog zo. Even OCD doen. Zo, dat is beter. <laughs> ik testwoord de Technic Pack. Ik heb nog steeds de backups van, van het hele pack. Van uh, 8.7.3 beta nog, heb ik het hele pack nog. En van uh, beta 8.8 technic pack heb ik nog allemaal gebackupt. Dus ik kan die zo weer installeren als ik, ga als ik ga wil. Om uh, nostalgisch te doen. Maar in die tijd ontdekte ik een beetje modded Minecraft. Ik speelde met Red Power heel veel. Ik speelde met Industrial Craft heel veel. En heel veel met uh, uh, Buildcraft. Gewoon die drie mods waren in feite mijn eerste drie mods die ik echt gebruikte. Dat waren Industrial Craft dus. Um, Wel in Craft 2 was het al. En um, dus Red Power en build Dat waren eigenlijk favoriete mods in die tijd. Nog steeds een beetje. Ik ben... Red Power is een beetje... Ja... Sinds Elo-ramen die ik me maak, is het een beetje... Stom geworden. Want je had vroeger zo'n chille soorter En dan kon je met van die pipes. kon je dan... Um, had je, je zo'n... Uh, die pipes waren zo slim. Dat ze vanaf... Toen ze vertrokken konden zo zien. Ah, ik ga aan die barrels zitten. Je kon ook heel chill doen... Ik kon met kleuren aangeven. Ik had je de 16 kleuren. En dan kon je per kleur kon je dan heel veel items selecteren. En die kleur kon eruit bij een chest. En dan gingen ze daar automatisch in. Dat was zo gaaf. Maar dat heb je niet meer, jammer genoeg. Misschien ook wel. Ik weet niet. Moet ik even kijken. Sorter, Is hij er nog? Nee, zie je die is weg. Alleen van uh, mechanism. Dat is erg jammer. Dat is een zo chill ding. Maar anyway, um, Industrial Craft. Ik wil er weer wat mee gaan doen. Alleen dus, sinds Sirius King en GregTech gaan werken, is het echt heel erg moeilijk geworden. In, feit, in, in de zin van het is duurder. Um, het, het is stom geworden. het wordt een beetje GregTech-achtig. En hoewel ik GregTech heel leuk vind om mee te spelen, vind ik dat Industrial gewoon moet blijven zoals het was. Maar ja, dat terzijde. We gaan nu wat dingen doen. Even wat uh, tin pakken. Wat koper pakken. Wat zilver, denk ik. En wat iron. Iets meer iron dan uh, andere dingen. Dus ja, allereerst even de generator. Ik ben het. Wat vergeten? Volgens mij is het. Iron furnace. Daarboven. Is, uh, daaronder een battery. Een RE-battery. Daarboven of zo. Een uh, electronic circuit. Denk ik. Even kijken. Edmod Industrial Craft 2. Zo. En de generator is daar. Ah, bijna goed. Iron plates waren dat. Moet ik eerst voor hebben een hamer, dacht ik. Dus even naar het hout toe gaan. Even een stick maken. Uh, zo. Ook zo even een cutting machine maken. Die is... Zoek, 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 zoek. Waar is mijn onderbroek? Even kijken, waar staat die? Cutting machine. Ik, ik kijk gewoon even naar textures. Voor mij is dit hem. Ah, dat is wel de, dat is wel de goede. Deze moet ik ook hebben. Dat is de metal form. Dat is ook een ding... Dat ik bedoelde. Geen cutting machine, maar dus de metalformer. Dat is dit ding dus. Uh, maar even kijken. Allereerst dus de generator. Oké. Okay. is dus even een hammer. Dat is geen hammer. Hoe maak je die hammer dan ook alweer? Ik heb het helemaal vergeten. Was die misschien een stone stick of zo? Ik ga gewoon even kijken hierop. Um, hammer. Oh, het was dus zo. En ik heb dus twee sticks nodig. En ook nog meer sticks eigenlijk. Voor iets anders. Dus doen wij Zo. Forge Hammer. Alright. En ik heb hier nog voor nodig RE battery. Ah. Even kijken, die maak je. Oké, okay, maak je zo. Dus, ehm... Um... Oh, god Gregtech moet je de twee gebruiken. Dat is waar ook. Als ik even vergeten. Gregtech is nog moeilijker gemaakt dan uh, dit. Dus dat is de cutting ding. Ehm. Um... En mijn complete is gebruiken. Ook vervelend. 1, 2, 3, 4. Uh, zo. En die dan zo. Energy flow. Alright. Maar ik heb er geen rubber volgens mij. Ik heb al wat rubber trees gezien. Maar of ik het hier echt heb, weet ik niet zeker. Moet ik even kijken in mijn chest. Um... Hmm. Dat is wel iets anders. Rubber tree. Volgens mij werkt die ook. Ik weet het niet zeker. Maar ik denk het wel. Even kijken. Raw rubber. Ik hier. En ik heb verder geen echte rubber. Even kijken. Die even hierin doen. Klik, klik snel. Yes. Daar komt het aan. 14 had ik erin gedaan. Kom op. Nice. Werkt dit? Please, please, please. Yes, het werkt. Awesome. Ik had voor mij ook 10. Ik had juist 10 kabels nodig, of niet? Dat zijn de. Low flow current dingen. Um, oh, dat zijn zilver dingen. Ik moet tin hebben. Tin plates. En dan doen we dit: tin cable. En dan zo, perfect. Oké, okay, het was dus redstone. We ik nog nodig: veel redstone. Plonk. Awesome. En nog een plate hiervan. Oké, okay, dit moet het zijn als het goed is. Wacht, dat nou tin cables? Of tin plates? Ik ben best wel dom. Ik, ik heb zo vaak. zo lang niet meer dit gedaan. Dit is echt al. Ja, tijd geleden. Nee. Tin item casing. Oh, oké. Okay. Dit doen wij. Dit. En doen wij dit. Dat is het. Ik, ik vraag me af: Heb ik vorig seizoen wel Industrial Craft gedaan? Ik denk nu even na. Ja, ik heb een paar dingen toe gebouwd. Maar niet echt, uh, echt dat ik. ...heel veel mee heb gedaan of zo. Ik heb het gebouwd. Dat was het ook wel, uh, ...met, uh... Ik heb ook überhaupt niet de volgende seizoen heel veel gedaan... ...moet ik uh, eigenlijk eerlijk zeggen. Ik heb vooral... Oh ja, dat was het. Ik had toen... ...die enorme setup gedaan van Mechanism. Ik had toen zo'n... Oor uh, quintupling machine gemaakt. En ik heb dus momenteel... Uh, ...verdriedubbeling... ...dacht ik. En als ik wil kan ik wel een... ...ver... Uh, ...vijfvoudiging maken... Maar vanaf een verviervoudiging heb je dus. Uh, ik zoek copplestone. Ik ben zo blind. Wat zit hier gewoon in? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ik, ik neem gewoon zo over mee. Ik ga even een voorraadje furnaces maken. Oh. Ehm. Um. En uh, zo. Ehm. Um. Ik ben nu al vergeten wat ik over had. Als je echt één seconde stilvalt. en je gaat iets wat anders zeggen. dan. weet je niet meer waar je het over had. Ik heb één keer bij. Civilization 5 gehad. dat ik. Um, een zin maakte. Ik stopte toen. Ik zei toen van. Hey, ik word aangevallen. Ik moet je oppassen. En ik pakte de zin weer op. Perfect gewoon. Dat had ik één keer gehad. zei iemand tegen mij. Uh, van mij was het Max of zo zei dat tegen mij. Ik weet, of. Uh, of zei George tegen mij. Een vriend van mij zei dat. Zo van, wow, heb je mooi herpakt? Ik was zo van. Ah, best wel knap eigenlijk. Maar nu ben ik weer vergeten wat ik het over had. Ik had het over Industrial Craft en zo. Over die, oh ja. Dus die verviervoudiging... Moet ik wel zo'n Stellar Nation Plant uh, Tower voor hebben we kunnen in de desert zitten en zo. En de desert is helemaal die kant op. En daar woont Berthal. Dus ja. Maar ik vind voor drie dubbeling Als je al kijkt hoeveel oors ik heb. Dat vind ik wel echt wel genoeg. En het is een beetje Z-fighting hier. Dat komt door Optifine. Maar ja. Ik heb zonder Optifine niet echt een hoog FPS in dit modpack. Maar ja. Um, generator. even een bedbox zien te maken. Dat is dit. Uh, dit is een transformer natuurlijk. Dat is een bedbox. Of ik ga direct gewoon voor de CSU. Of de. Motherfucking storage unit. Kan ook oh heb ik gewoon een advanced circuit voor nodig, hè. Maar ik kan gewoon hipster zijn. En, want als je kijkt, dit ding is duur. Ja? kost dit. Eh, mag ik eventjes? En dat kost weer dit. Als ik gewoon dit ding gebruik. Kijk eens. Dat kost dus één van deze. Dat is, of, dat is gewoon negen redstone. 1 osmium. Oké. Okay. En, dat is 27. Oh, wacht. Dat is... 3 redstone. 1 osmium. En 2 iron. Dat is helemaal niks. Dat is echt helemaal niks. Ik ga even nu even snel maken. Dus osmium 2. En zo. En waar is dat krengding? Dat is hier. Even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En dat is 6. Nee, nu wel. Dat is lood. Dat is geen osmium. Dit is osmium. Dus die erin doen. Come on. Ah, ging zo snel. En dat, dat mooie geluid. Perfect. En. Zo, goedkoop. D dit, kost, dit kostte mij. Er zijn twee van die dingen: twee advanced circuits. Die kosten mij. Zes redstone. Zes redstone. Um. Ehm. Twee osmium. En vier iron ingots Dit Voor twee advanced Als je dan kijkt naar dit recipe Oh, dat is een verkeerde Dat verandert veel te, veel te snel um, Die denk Ik die dan Hard duur Dus waarom doen we Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan Anyway um, Ik ga gewoon direct voor de motherfucking storage unit denk ik Dat lijkt me wel het beste Ik ga het niet goedkoop doen Er zijn meerdere um, MFSU Store. Oh, dat is dus een volgeladen alvast. Chargepad, oké. Okay. Mm. Je hebt ook nog. Volgens mij met. Um, Gragtag kun je nog meer storen. Van. Uh, misschien is er überhaupt wel in het een andere mod wel uh, een andere storage manier. Hebben we hier dus. Dit is de grootste dan. De motherfucking storage unit. Hij heeft een andere naam, ik weet het. Maar ik vind het leuk om te zeggen. Motherfucking storage unit. Jezus man. <laughs> dus, uh, even kijken. Zes Leparatron, dat is dus. Even rekenen. Ik heb zelfs een MFE nodig. Dat is dus. Volgens mij 40 Diamonds nodig. Of niet? Ja. Dat zijn dus 40 Diamonds. Moet ik dan. Uh, gebruiken. Oké. Okay. Moet ik eerst een Macerator hebben? Of niet? Oh. Ik pak iets te veel. Als ik even snel die diamanten erbij pak. Um, zoveel om een MFSU te maken. Dat is best wel duur. Misschien moeten we binnenkort even een diamond generator maken. Dat heb ik altijd al willen doen. Ik heb nooit echt een succesvolle gemaakt. Die echt super goed werkte. Even kijken. Kan ook in een crusher. Geweldig. Ik doe het even hierin. Um, op TVI. Nee, nee, nee. Niet, niet enrichen. Ik moet even de hele tijd klikken. Maar ja, ik ga even wat dingen klaarzetten en dan tot zo. De compressor is nu mooi bezig, gaan we eventjes snel die metaformer maken. Dus, copper plates doen we eventjes met de cutter. Padam, 24 copper cables. Die omhulzen wij, of die laten wij in iron omhulzen. Hebben we drie coils. Dan nemen we vijf brons ingots, Dat doen wij door de forge hammer. Dan nog een keer. Dan ben ik het vergeten. Ehm, um, shit, snel. Hier zie niks. Ah, een chest. Die was ik toch vergeten te pakken. Uh, zo, oh, dat is één te veel. 1 2, 3, 4. En nog eentje. Perfect. En zo, hebben we een chest erbij. En dan zo. Toolbox. Twee van nodig. Doen we dit zo, so. doen we dit zo. So. Die zo. En. Een basic machine casing. Moest vroeg met Refined Iron, dat bestaat niet meer, jammer genoeg. En hebben we de Metalformer. Yay! En daarmee kunnen we dus in plaats van de hele tijd met die stomme hammer. Kunnen we de plates maken. En de wires en de... Deze ding eruit halen. En natuurlijk uh, de shattered casings, dingen, disk, gedoe. Ik ben de naam ervan kwijt. En kom op, laatste batch. En ik heb dan de energy crystals. Oh wacht. Even hier twee... In doen. In mijn bag. Ik moet een keer van die golden bags maken. Daar kun je heel veel in storen. Voor mij is dat een double chest. En dan kun je gewoon in je, in je hand houden. De feiten gewoon is het Per slot in je inventory is het dan gewoon een dubbel chest storage. Is super gaaf. En je kan ook in een golden bag weer een golden bag doen. Dus kun je heel erg inception uh, doen. Je kunt de feiten. Je hele storage room in één item opslaan. In feite, denk ik. Dat is wel gaaf. Heb je zo'n golden bag? En dan heb je zo'n golden bag. Die heb je genoemd naar blokken. En daar heb je weer allemaal. Andere golden bags in. Dat is misschien wel een keer een idee. Om zo te gaan verhuizen. Want ik was voor heel veel goud. <laughs> Aardig wat goud kost dat. Maar ja, even kijken. Dit ding moet even zo plaatsen. En dan moeten we nu eventjes wat goud meenemen. Ik denk dat ik dan twee genoeg heb. Ik hoop het tenminste. Dus zo. En ik moet in ieder geval ook wat nieuwe rubbers zien te krijgen. Dus ik al vier of 8 dacht ik. Dus even kijken. Um, extruding. Hoeveel maakt hij hier uit? Oké, okay. waarschijnlijk hier twee, denk ik. Als ik me kan herinneren. Ik hoop het. Oh, vier. Oké, okay, heb ik nu al genoeg. Ik heb namelijk vier nodig. En nu nog acht uh, rubber. Dan moet eventjes anders dan. Moet ik eventjes... Moet ik eventjes um, is het nacht? Ik hoop het wel, namelijk. Even die zien te planten boven. En even skeleton killen voor wat boommeel. Dus vloep, naar boven. Het is dag. Kut. En het regent nog steeds. Nog fucking steeds. Oké, okay, even spammen hier. In mijn oude basis die nog steeds hier staat. Omdat het nostalgie. En mijn paard. Die een keer werd gedood door Thomas, dacht ik. Die had hem verkeerd geparkeerd. En hij heeft een nieuwe gebracht. Of was het Jordi? Ik heb geen idee. Oh, die ligt ook uh, die andere Rubber Tree, zo je zien: Met Racin. Of Resin. En het is verder nog allemaal leeg. Een cat statue. Interessant. Als dus ik even een skeleton hier kan vinden, zou wel fijn zijn. Oh, wacht, hier is een tunnel. Hieronder. Die is niet echt uh, belicht volgens mij. Ik heb hier trouwens uh, die Dark Iron oor gevonden. Was hier zo. Want je hebt deze dingen. De, dat blazen bedrock, je kunt zien. Dat wordt steeds dancer. Er is hier een inslag een krater als het ware. En daar vind je dan Dark Iron. En hier is die tunnel. Um, althans. Ik heb de verkeerde genomen, volgens mij. Ik heb nog eentje. Dat is hem niet. Dit is hem. Hierboven. Ik had mijden naar een of ander materiaal. Ik weet niet meer welke, maar ik zocht iets. Voor mij redstone of uh, lapis so, Ja, voor mij was het lapis want ik heb redstone laten liggen. Allemaal sapphires en rubies daar nog. Ik kan me eigenlijk helemaal niks schelen die dingen. Ja, hier is die tunnel. Niet echt belicht. Als ik even een zie te vinden, zou wel fijn zijn. Ik hoor in ieder geval niks. Kom op. Ik zocht wel iets hier duidelijk. Ik wil zien. Ah, mijn obsidian crater. Waar ik een lava vandaan heb gehaald. Ik hoor er geen mobs. Dit valt een beetje tegen. En dat gaat ook nergens heen. Damit. Um, zo. Even hier langs. Geluid is uitgegaan. Apart. Even kijken hier naar boven. Ik weet de route niet meer. Um, waar is Voor mij is het terug. En dan moet ik ergens onderdoor. Kijk, lava lake was. Ah, ik zie het nu al. Dikke top. op. Is de route terug. Hierboven. En hier was dat ongelichte caves. Please skeleton. Span. Gewoon geen mobs, hè? Apart. Is het difficult weer op Peaceful gegaan? Wel op drie zetten weer. Beetje apart. Um, hier naar boven moest ik dan gaan. Voor de uitgang. Hier links. Eh. En hier onderdoor. Dan hier langs. Nee, niet de uitgang is dat. Dit is zo'n. Uh, echt zo'n typische cave. Ah, hier is het. En dan is het hier naar rechts. Zo'n verdwaalf cave. En hier naar boven. Yay. Zo mind ik vroeger. <laughs> Bij het begin. Hele cave gelegen. Waar er zoveel uh, oors in. Wil je niet weten. Kom op. scatter and spawn. Het wordt in ieder geval nacht. Ik ga even terug naar binnen. Kom ik zo weer terug? Ik heb echt even. Ah, er zijn gegroeid. Laat maar. Komt mooi uit. Ik heb deze dingen nodig. Zes. Dat is genoeg. Nee, niet genoeg. Dat is te weinig. Nog twee meer. Dan ben ik tevreden. Zo. Naar beneden. Floep. En die terugparkeren in die chest daar. Um, hopla. Die even smelten. Oké. Okay, dat zijn zes. Ik moet in ieder geval dubbel isoleren. Oké. Okay. Nu moet zo. Moet ik wat plates maken. Dat zijn er volgens mij acht. Heb ik er nodig. Dus even kijken. Rolling. Rolling on the river. Even kijken. De motherfucking storage unit. Niet de MFS-E, maar de MFS-U. Dat is die. En ik heb hier ook nog één voor nodig. Oh, zelfs refined iron plates. Dat is staal. Oké. Okay. MFE, dan ben ik dat het maken. Lepertron, nog heel veel lapis dus. Dat heb ik voor nodig, 36 lapis dus. Dat krijg je via de Maserator, de Compressor, de Pulverizer ook. Alleen via nether lapis oor. Ik heb er 36 voor nodig. Dan heb ik twee lapis oor uit de nether nodig daarvoor. Die heb ik volgens mij nog wel. Um, dat is kobalt. Oké. Okay. Oké, okay, ik heb alles klaar nu. We gaan het dingen verkraften. Allereerst de MFA. Er kan aardig wat energie in. Volgens mij. 4 miljoen, denk ik. Anyway. Um, die hebben we nu aan de kant. Dan maken we nog een paar van deze dingen. Die doen we dan vervolgens hierbij. Even één overlaten. En maken wij de Lapatron Crystals. Waar elk 10 miljoen EU in kan. En pakken we deze twee nog.

Ba -ba en hij is klaar, perfect. Dus nu hebben we een crafting bench en dan doen wij het zo. En die doen we nog een keer. Nemen we de refined iron plates, nemen we die en nemen we die. Advanced machine block casing en we hebben een motherfucking storage unit. Nice. Even daar nog plaatsen. En dan uh, kunnen we dit eventjes gaan vullen. Um, nou, doe het gewoon eventjes zo. Eh. En natuurlijk, als ik hier een machine aan plaats, dan ontploft die direct. Want ik moet eerst deze output 2048. En deze kan maar iets van 32 aan. Kijk, je hebt de uh, transformers allemaal. Dus je hebt, uh, even kijken... Deze transformers, wat die in feite doen, is die verlagen het voltage en verhogen de package. Oftewel, ampere en uh, voltage. En de package is alleen maar bij GregTech echt uh, van belang als je gaat kijken naar uh, bekabeling. Maar hierbij niet, bij IndustriCraft niet echt volgens mij. Maar ja, deze output dus 2048, doe ik deze er gaan vast en output dat ding 512. En deze output dan 128, en ik moet echt tot deze gaan. 32 om die te kunnen poweren. Maar je hebt ook dingen. Zoals volgens mij de. Het um, Mod Industrial Craft. Swatie 2. Even kijken. Bijvoorbeeld deze output. Uh, kan, acht, kan het hoogste outputten. Maar je hebt ook dingen die voor 128 aan kunnen. Moet ik even kijken. Deze induction kan 128 aan. Die kan dus medium voltage hebben. Dit is high voltage. En dan. Extreme voltage en Tech heeft dan nog dingen die over superconductors moeten gaan. Dat is dan ultimate superpower, laser cutting, voltage, weet ik veel. <laughs> dat in ieder geval heel hoge, um, heel hoge voltages dat. Maar ja mensen, bedankt voor het kijken van deze aflevering van Ted for Kate. en dan gaan we de volgende keer verder met wat dingen van Industrial Craft. Heb je nog ideeën om te doen? Laat in de comments achter en uh, andere suggesties. En dan bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.